vraag te beantwoorden. Erik. Ja, op dit niveau, dan moet het ook mee zitten. En dat heeft het in twee wedstrijden bepaald niet gedaan. Dat begint natuurlijk in Lissabon met het uitvallen in de warming-up van twee keepers. Een cornerbal waarbij iemand uitgeleid in Lissabon. Nu een heel ongelukkig moment met een vrije trap, wat geen vrije trap is. En ja, dat zit dan net allemaal niet mee. Terwijl we ook de kans hebben gehad, zeker in Lissabon, om 3-1 te maken. Een bal op de paal van Alvarez. En na rust ook grote kansen. Dat zit dan net allemaal niet mee. En ik heb net tegen de ploeg gezegd hoe ze gespeeld hebben. Eerste helft in Lissabon. Vandaag de hele wedstrijd. Dat verdient een groot compliment. Ik denk dat wij uitstekend positiespel hebben gespeeld. Dat we ook goed door zijn gekomen. Dat we veel doelpogingen hadden. Dat misschien net die finale pas. Ja, de creativiteit af en toe ontbrak. Of net een keer een aanname net verkeerd. Maar het spel de bal was uitstekend. Net als de organisatie verdedigen. De restverdediging, maar ook de pressing. Ja, we hebben denk ik totaal gedomineerd daarin. En dan is het heel erg bitter. Dat je een klein moment van onachtzaamheid, dat je een tegengoal krijgt en dan lig je eruit. En ja, daar zullen we mee moeten leven. Dus ik heb net tegen de ploeg gezegd, als we op dit level blijven spelen en leren van die fouten, dan kan het een mooi slotstuk van het seizoen worden. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan gaan we door naar de vragen. Joep, wil jij beginnen? Ja, ik hoorde je vooraf zeggen, Erik, dat als wij ons ding doen, dan als wij ons niveau halen, dan gaan we door. Haalde je je niveau? Ja, toen ik zei, dan hebben wij een grote kans om door te gaan. En ja, zo is voetbal ook. En je kunt heel veel beïnvloeden. En dat hebben we vandaag heel goed omgezet op het veld. En ja, uiteindelijk de genialiteit om die goal te maken, dat is helaas vandaag niet gelukt. Maar ja, verder kan ik de ploeg heel weinig verwijten. Het is wel iets wat we vaak meemaken. Hè? Klassiek en herhalend hier in de arena. Je hebt de bal, je creëert. Maar je moet ook geduldig zijn. Hoe ga je daarmee om met je elftal tijdens zo'n wedstrijd? Want eigenlijk loopt het precies volgens plan in eerste instantie. Het liep volgens plan. Ik denk bijna alles goed gedaan heeft deze ploeg vanavond. En dan is het heel erg ongelukkig. Die vrije trap, wat niet eens een vrije trap is. En dan gaat zo'n bal binnen. En dat is heel, heel zuur. Nou heb je 6 geweldige zegens in de groepsfase gehaald. En dan zitten we hier weer in de arena, waar je thuis wel vaker verliest. Hè? Dat hadden we toch met Roma en Getafe en de Spurs. Is er nou een soort patroon te ontdekken dat knock-out wedstrijden gewoon moeilijk zijn? Dat je misschien moeilijk met de favoriete rol overweg kan? Hoe zie jij dat? Kijk je daarnaar? Ja, vorig jaar hebben we van Lille gewonnen, hebben we van Young Boys thuis gewonnen. We hebben in de groepsfase 3 keer soeverein gewonnen. Ik weet niet of dat een patroon is. Jij ziet er geen patroon in? Nee. Tot slot dan het effect op je team, kleedkamer. Feyenoord komt eraan. Hoe ga je ermee om nu? Is het alles bij elkaar rapen? Nou, wat ik net zei. Dat als je op dit niveau blijft spelen, maar dat is niet makkelijk. Want dan zullen we de energie weer moeten voor vinden. Maar, en dan leren van die kleine fouten, dan kan het een mooi slotstuk van het seizoen worden. Mike. Erik, goedenavond. Je wachtte vrij lang met wisselen. Kun je uitleggen waarom? Speelde de naderende verlenging dan ook een rol in jouw beslissing of niet? Dat ook zeker. En toch hoop je dan op een moment van genialiteit. Van bijvoorbeeld een Berghuis. Van bijvoorbeeld een Anthony. En inderdaad, niet te snel wisselen. Richting een verlenging gaand. En natuurlijk een reden is dat we de wedstrijd totaal domineerden. Zowel in balbezit als ook verdedigend. Dat we gewoon, ze kwamen er niet eens uit. En je zag hoeveel moeite ze met ons hadden. Ja, ik vraag het omdat je bijna niks meer afdwong. Je ging eigenlijk steeds minder afdwingen. Heb je wel getwijfeld om eerder te wisselen? Ja, getwijfeld. Nee, maar je overweegt. Om wat te doen. We hadden bijvoorbeeld wat kunnen doen met Klaassen of met Kudus. Om daar wat te doen. Maar je hoopt dan toch op het moment van bijvoorbeeld Berghuis. Die heeft het in zich om genialiteit te brengen. Dankjewel. Freek. Erik, hoe zag jij het doelpunt en vooral hoe Onana dat deed? Nou, ik denk dat het miscommunicatie is daar. En, nou goed, en als hij komt, dan duidelijk, dan moet hij hem hebben. Ja.
wat voor indruk maakte hij net? Want ik begreep met die eerronde dat hij als enige snel naar binnen was. Hoe trof je hem aan net in de kleedkamer? Nou, ik denk dat iedereen teleurgesteld was. En dat is hij natuurlijk ook. En, dus er waren er wel meer diep teleurgesteld. Ja, dankjewel. Andere vraag nog aan die kant? Nee? Hier nog vraag? Zo niet, dan maken wij plaats voor de volgende. Dankjewel. Platt uit.